Het DNA-lid Amsat Abdul is van mening dat het akkoord dat de regering heeft bereikt met het IMF haar in staat stelt om ook andere internationale instituten aan te trekken voor het sluiten van leningen. Abdul sprak donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen als voorloper op de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017. Abdul wilde van de president weten om welke reden de internationale kapitaalmarkt zich bereid heeft getoond om zoveel geld vrij te maken voor een kleine economie als de Surinaamse. Dit terwijl er tal van brieven zijn gestuurd vanuit de oppositie om dat niet te doen. Het land, indien het land niet over de capaciteit en de mogelijkheden beschikt om de leningen terug te verdienen en terug te betalen. President, kunt u mij uitleggen wat deze internationale instituten hebben gezien in dit klein land om zoveel geld vrij te maken voor ons geliefd land? Ondanks, mevrouw de voorzitter, er zoveel brieven zijn geschreven naar die internationale organisaties om geen middelen te lenen aan Suriname. Ondanks, mevrouw de voorzitter, er zoveel negatieve lobbywerk is verricht naar die internationale organisaties om geen middelen te lenen aan dit land. Ondanks, mevrouw de voorzitter, er op verschillende momenten geprobeerd is om het werk van de regering, mevrouw de voorzitter, te saboteren. Ik hoop dat saboteren het juiste woord is. Zodat dit land niet kon beschikken over de middelen die dit land, ons geliefd land, nodig heeft om uit de crisis te geraken. Abdul riep de regering op om haar communicatie met het volk te verbeteren en haar beleid beter uit te leggen. Het lid wilde ook weten of de leningsovereenkomst met het IMF doorgaat, nu er een staatsobligatielening van $550 miljoen is geplaatst. Indien ja, leg het volk uit waarom. Wat het verschil is tussen het plaatsen van de staatsobligatie en het akkoord van, die we gesloten hebben met IMF. 2. Van IMF zouden wij $478 miljoen lenen. Hiervan is inmiddels $87 miljoen als ondersteuning van de monetaire reserve bij de centrale bank geplaatst. Voorzitter, is het waar dat er gesprekken nog gevoerd worden voor een tweede tranche van de IMF? Nadat, en kan dat, voorzitter, gezien de wet op staatsschuld, nadat wij een staatsobligatie van $550 miljoen hebben geplaatst? Aldus het lid Abdul, dat verder aangaf dat zolang de regering het obligatieplafond niet heeft overschreden, zij mag blijven lenen. De wet op de staatsschuld is volgens hem namelijk om de regering te controleren op haar leningen.